Welkom bij Let's Talk B2B, de videoserie waarbij 25 experts op het gebied van digital commerce bij elkaar komen om te sparren over een B2B topic. Dit keer zijn we te gast bij een absolute topspeler op het gebied van e-commerce, Manutan. We gaan het hebben over e-commerce in een internationale setting en over innovatie bij B2B digital commerce. Let's Talk B2B. Ramon, we zijn hier bij Manutan. Grote e-commerce speler in Europa. In hoeveel landen zijn jullie nu actief? We hebben 25 vestigingen. Parijs is nog steeds wel de baas? Ja, dat is het hoofdkantoor, niet de baas. Maar daar gebeurt natuurlijk wel heel veel, ja. Maar ik begrijp dat Nederland trouwens wel een van de voorlopers is als het gaat om innovatie en nieuwe digitale toolingen binnen Manutan. Ja, dat klopt. Van nature denk ik dat Nederland voorop loopt op het gebied van digitale adoptie. Ja. Als je kijkt naar onze internetomzet, die ligt hier op 65%. En dat is een van de hoogste niveaus binnen Europa. Top. Niet alleen van Manutan, maar dat geldt in zijn algemeenheid zo. Dus wij zijn een goede proeftuin in die zin voor innovatie. Zo'n heel grote organisatie, hoe transformeer je die van toch oorspronkelijk papier, traditioneel, naar 65 meer digital? Ja, dat klopt. Dat is een goede vraag. En het start eigenlijk aan de top. En ja, ervoor zorgen dat digital onderdeel wordt van je DNA. Ja, hoe doe je dat? Hebben wij digital verankerd in ons topmanagement. Dus we hebben een zogenaamde Chief Digital Officer. Die met niks anders bezig is dan digitale innovatie. En dat is heel belangrijk, want als het daar niet start, dan kan je ook niet verwachten dat het in de organisatie gebeurt. Dus de top moet het omarmen, maar in jullie geval, dat kan niet anders. Het is de core business eigenlijk bijna. Maar hoe krijg je die duizenden medewerkers mee? Ja, door ze mee te nemen op die reis. Natuurlijk ze laten voelen en ervaren dat er geen andere weg mogelijk is dan de digitale weg op te gaan. Ja. Dat doen we onder andere door die mensen te pas en te onpas te betrekken bij alle trends die er zijn. Wat wij doen bij klanten om digitaal onder de aandacht te brengen, maar natuurlijk ook te implementeren. En om de mensen ook te laten meedenken in mogelijke oplossingen. Innovatie heb je het over. Ik begrijp dat er in Parijs bij het hoofdkantoor echt een groot innovatiecentrum is. Ja. Kun je iets aan ons meegeven wat er allemaal gebeurt? Ja, dus dat heet onze Digital Innovation Lab. En daar zit daadwerkelijk een team mensen. Die rapporteren dus aan onze Chief Digital Officer. Die met niks anders bezig zijn dan kijken naar digitale oplossingen voor onze klanten. En dat laatste is belangrijk, want het zit op het hoofdkantoor. Ja. Maar het moet geen ivoren toren zijn. Dus we betrekken onze klanten, maar ook onze leveranciers en andere businesspartners bij dat proces. Nou, de meest opvallende trend in mijn optiek is de automatisering van het inkoopproces. We hebben een prachtige webshop met heel veel producten daarin. Maar met name de processen daaromheen, voor het verkrijgen van die producten, het betalen van die producten. Ja, dat wordt steeds verder gedigitaliseerd en dat is ook steeds meer bereikbaar voor bedrijven. Een standaard kost voor een order zonder enige vorm van digitalisatie komt snel op €95 per order. Als je dat volledig zou digitaliseren, kan je dat terugbrengen naar €16. Dus de saving voor een organisatie is enorm. Jullie zijn in heel Europa actief, zeer digital. Heb je nog een opvallend item van een bepaald Europees land of zo wat je wilt delen met mensen die misschien nog overwegen om Europa in te gaan? Ja, je zou bijna zeggen hoe zuidelijker je gaat, dan wordt het al anders. Maar dat is niet helemaal waar, want Duitsland bijvoorbeeld is ook nog een vrij traditioneel land. Echt een En een catalogusland. En ja, je zal zien dat daar de inkopen nog met de catalogus op schoot. Ja. Dan vervolgens op internet besteld. Ja. Maar dit big book uit Duitsland halen is op dit moment nog geen idee. Okay. Ja. Dus Nederland loopt voor, Duitsland loopt achter, Zuiden ook wat meer. Ja, en de Nordics en de UK. Okay. Die lopen traditioneel voor. Vandaar ook dat we in de UK stoute schoenen hadden aangetrokken om dit, om dit te skippen. Dank Ramon en Team Manutan voor een super interessante middag. En wil je nou meer video's zien over B2B en e-commerce? Check dan ons YouTube kanaal of word lid van onze LinkedIn groep B2B Digital Commerce. Tot de volgende keer!